Goedendag kijkers van Dommeland. Wij nemen u vandaag mee naar het goed. U ziet achter mij het goed staan en links van mij ziet u een bus met erop Repair Café. Zometeen gaat Willy van der Langenberg het eerste Repair Café in Boksel openen. Ik heb van horen zeggen dat er al meer in Nederland zijn. En we willen graag weten wat gaat er om in een Repair Café. En hij is een man, hij heet van der Langenberg. Dat vullen we allemaal in. En wat is het apparaat? Is elektrisch? Het is een elektrisch apparaat. Het is een föhn. Ik moet zeggen, hij is niet van mij, dus ik moet niet vragen wat eraan is. Hij is van Frits Vassenhout. Ons hoofd openbare werk, openbare ruimte. Maar hij doet het gewoon niet. Maar ineens doet hij ook met werken. Luister, hij doet het wel. Hè. Als je hem aanzet, dan moet hij hier opdouwen en in deze. Hè. Ja? En dan doet je het niet. Voor mij een bonnetje. En u loopt naar achter toe. En dan kijken ze wat ze mee kunnen doen. Helemaal in de werkplaats, helemaal achter daar. Dat doen we samen met Repair Café Amsterdam, de stichting zelf, Transition Town Boksel en Het Goed. We hebben met z'n drie eigenlijk de handen in één geslagen en, om hier dit initiatief van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat we één keer in het kwartaal dit initiatief houden. Waarbij mensen inderdaad spullen die kapot zijn of stuk zijn of ze willen het een keer gewoon nagekeken hebben. De winkels van Het Goed, want u denkt bij Het Goed vaak aan hele kleine dingen, maar de winkels van Het Goed, die trekken in Nederland ruim 2 miljoen bezoekers per jaar. Ja, je zit... Mijn rol is in Stichting Transition Towns, dat zijn wij. En Transition Towns is eigenlijk, ik weet niet wie begon met Repair Café, maar in elk geval Transition Towns en Repair Café hoort een beetje bij elkaar. Dus over de hele wereld gebeurt dit. En wij hebben gezorgd voor de reparateurs, de meeste tenminste. Ik heb mijn hele e-mailbestand gedaan. Ik heb gezorgd voor de persberichten. Dus zeg maar het lokale gebeuren zou je kunnen zeggen, hebben wij gedaan. Wat goed levert dan de posters, materiaal leveren zij en de ruimte. Okay. En die samenwerkingsverband met het Repair Café Amsterdam. Mevrouw Max, vragen wat mankeert er? Ze draaien niet meer rond. Ze draaien niet meer rond? Nee, ze koelen niet meer. En u had zoiets van het Repair Café is geopend in Boksel? Nou ja, hij is nog niet zo. Ze zijn pas een half jaar oud. Dus dan wil hij toch nog wel gerepareerd hebben als dat kan. Hè? Waarom willen we eigenlijk zo graag een Repair Café en waarom willen we daar ook allemaal onze bijdrage aan leveren? We gooien in Nederland immers heel veel weg. Dingen ook die heel eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Die na reparatie ook weer zo goed als nieuw zijn. Helaas moeten we ook constateren dat repareren niet meer zo vaak op het lijstje staat van mensen. Misschien wel een hele goede reden, weten we ook niet meer zo goed hoe dat moet. De kennis van repareren, hebben we geconstateerd, is aan het verdwijnen. En waar die nog wel aanwezig is, blijkt die vaak ongedwongen ook onbenut te blijven. Wat ik al zie, thuis grote problemen, want het gras groeit nou. Het gras is nu al 10 centimeter hoog, dus het moet gewaaid worden. Hoe lang is hij al stuk? Nou, ik heb hem 2 jaar geleden gekocht in een aanbieding in de winter. En een half jaar later, toen ik hem wilde gebruiken, toen bleek hij het niet te doen. Geen garantie. Niks. En hij stond in de schuur en ik vind het zo zonde om hem weg te gooien. Ja. Ervaring heeft geleerd dat bezoekers aan repaircafés in het verleden hun spullen gewoon weggooiden, omdat de reparatie toch te duur was. En in het Repair Café kunnen ze zien dat daarvoor alternatieven aanwezig zijn. Repair Cafés zijn immers gratis toegankelijk met de bedoeling om al dan niet samen te repareren. Het lijkt erop dat u een band aan het plakken bent. Ja, dat is mogelijk. Ja, valt dat ook onder het repair gebeuren? Nou, de bedoeling van repair is eigenlijk dat de mensen meekijken en ook leren hoe ze zelf kunnen repareren. Ja, het is niet de bedoeling dat wij hier gratis repareren of dat wij het brood uit de mond stoten van de echte reparateur. Maar mevrouw weet nu een aantal adressen waar ze heen kan ook. En straks weet ze het zelf ook te doen. Allemaal in banden geplakt? Of? Samen met mijn vader, maar niet echt zelf. Dus vandaag komt de dag, als ik er nou een gat in steek, dan... Ik moet die andere. Ze heeft 2 fietsen meegenomen, dus één heeft ze naar gekeken. En de tweede gaat ze zelf doen en dan ga ik wel meehelpen. Kijk, of het laatste schroefje uit elkaar. Ja, hij is ook uit elkaar. Ik zie het, ja. En, maar dan komt de vraag, als hij in elkaar staat, doet hij het dan ook weer? Hij doet het niet. En markeert niets, maar... Hier zit ook nog, volgens mij, even de condensator die hiernaast zit. Ja. Dan kunnen ze even kijken, als die openmaken en doorverbindt, wat er gaat gebeuren.
zien het wel. Als het licht uitgaat, dan is het ergens misgegaan. Ja, ja, dat kan. Maar dan zal ik beginnen met eventjes open te schroeven en te kijken hoe het zit met onderin het, de zekering. Wat we hebben vergeten is, die, want ik krijg wel stroom, dan gaat hij, als je start zet, gaat gewoon draaien. En als het nou niet warm wordt, dan krijg je al het simpele, dat is, dat werkt. Maar de magnetron zelf, de basis, de kern is kapot. Dus ik ben bang dat het een kleur moet stellen. Zeker een soort temperatuurzekeringetje wat hierin zit. Dat ding, dat geleidt normaal, maar als de temperatuur te hoog wordt, als je droog kookt, dan gaat dat ding kapot. En dat is de beveiliging tegen droog koken. En dat ding moet eventjes in een winkel gehaald worden en dan kan het erin gezet worden. Ze gaan hier af en aan, het repaircentrum. Mensen die werken hier zo hard dat het brancard gewoon noodzakelijk is. Hij heeft hier waarschijnlijk tussen geklemd gezeten en is kapot. En nou kan ik dit wel maken, maar dan moet ik eventjes kijken. Het moet ook een beetje veilig zijn, hè? Ja, meestal mag dat niet, hè? Niet 100%. Is niet 100%, maar dus we gaan hem weer openmaken. Ik heb er alle vertrouwen in. Daar hoop ik ook. Succes. Wat gebeurt? Wat ik hier allemaal voorbij zie komen, ik zie mensen met kapotte huishoudelijke apparaten, grasmaaiers binnen zien dragen. Ja. Kortste lijnen, hoe werkt het als ik iets heb? Dan kom ik hier naartoe en ik vul het formuliertje in. De volgende die aanmeldt is nummer 14. Nummer 14. Ik schrijf datum op, naamadres, mannelijk of vrouwelijk, schatting van de leeftijd. Dus in die korte tijd zijn er al 14 mensen hebben zich al aangemeld. 13 mensen zijn al binnen, ja. Ja. En één is al weg, of twee zijn weg. Eén is weg omdat zijn magnetron de lampen deed het, maar de echte magnetronfunctie deed het niet. Dus zijn conclusie is, ik moet een nieuwe kopen. Ik denk dat is ook fijn. Hij kan dus met een schoner geweten een nieuwe magnetron kopen. Ja. Ik ben van de fietsen vandaag. De mensen hebben het ontzettend druk. Net de lunch gekregen, maar geen tijd om deze te nuttigen. Kijk hier even naar een lamp. Straks binnengekomen. De lamp geeft nog niet helemaal licht, maar heeft net toch wel even iets van verlichting gegeven. De oplader werkt niet. Dus de accu's die erin zitten worden niet geladen als hij geladen wordt. Kijk, wie is het best veel? En dan is het mogelijk dat er corrosie zit op die punten. Dat gaan we nog eens een keer proberen. Een dimmer. En daar is het zekeringetje voor stuk. En omdat dat op een hele goedkope manier gemaakt is, zitten er gewoon twee hoedjes op het zekeringetje. En die krijg je er alleen maar af als je één pootje los soldeert. Dus daarom ligt het soldeerbuis hier warm te worden. Ja. Ik zat ook te zeggen, hoe kom ik aan een moer die van onder daar op zit? Ja, maar een moer heeft geen zin. Oké, okay, dus te kort. Je moet, omdat dit te kort is, is overleden. Je moet meer draad snijden. We moeten alleen even opletten. Dus. Want het gaat nu gebeuren. Nee, het gaat over dit palletje, dat is een beveiliging. Ah, optimum, en die zit erop, op die hendel. Kijk, die zit hieronder. Ja. Maar waar is het probleem? Hij trekt dat palletje af en toe niet genoeg naar achteren. Wat? Dus hij zit iedere keer met hier aanzetten, dat hij af en toe hapert. Ja. Kijk, en als je met een hek bezig bent en dan vooral bovenin en dan hapert iedere keer, ja, dat is heel lastig. Dat is niet prettig. Kijk, maar ja, die beveiliging zit er wel op en die moet er ook op blijven zitten. Ja, als er iets gebeurt, dan moet je meteen stoppen. Ja, want, hè? Jullie ook van het Repair Café, want ja, volgens mij is helemaal. Dit het belangrijkste apparaat dat niet stil mag vallen. Nee. Vandaar hebben we met drieën eraan werken. Ja, ik zie, het ziet er ook heel interessant uit. Prioriteit 1. En ben je ook via David gelopen met een briefje? Of, ja, nee. Dat hoeft bij dit niet. Nee, bij deze mochten we eigen initiatief doen. Ik heb gehoord van Willy daar straks dat er 39 repaircafés zijn in Nederland. Ja. Ze gaan per kwartaal open. Maar wil dus zeggen dat het allemaal op eenzelfde zaterdag is? Of kan ik volgende week naar een ander repaircafé? Sommige zijn per maand. Hè. De meeste zijn per maand. Het is steeds helemaal aan de lokale groep. Er is helemaal geen centrale aansturing. En zo werkt Transition Towns ook. Er is geen centrale aansturing. Het is ook niet de bedoeling om alle groepen hetzelfde te doen. Alleen, ja, in de praktijk is het een leuke ding te doen en het werkt meestal wel.
Wij zijn milieubewust. Elektrische apparaten waren taboe, hè? Ja. Ze wilden wij, wij hebben altijd zo'n handmaaimachine en de derde was al in gebruik. Maar mijn man heeft het aan zijn rug en ik heb het aan mijn rug. Dus toen dacht ik van nou voor 50 euro een elektrische. Maar het was een kat in de zak. Ik zou gewoon de buurman liever aankijken. Ja, die heeft een elektrische. Die heeft, en dan zeg ik van kom eens kijken of die het ook op ons gezond doet. Dus mensen die hier dus met kapotte huishoudelijke apparatuur zitten, kunnen naar het repaircafé toe. En wie weet wordt het dan wel weer gerepareerd of alsnog gescheiden afval